Ja, het derde filmpje van VWO Natuurkunde examen 2017 tweede tijdvak. De kracht van het viriaaltheorema. Lees onderstaand artikel gaan we doen. Het viriaaltheorema. Vrijwel alle systemen in de natuur, of het nu sterrenstelsels of kwantumsystemen zijn, bestaan uit veel deeltjes die niet exact te berekenen zijn. Met behulp van behoudswetten kunnen er toch belangrijke uitspraken over het systeem worden gedaan. Een van de behoudswetten is het volgende verband tussen de potentiële energie en de kinetische energie. De potentiële energie is min 2 maal de kinetische energie. Dit verband wordt het viriaal theorema genoemd. In de context van sterrenstelsels en andere systemen waar de gravitatiekracht een rol speelt, wordt de volgende vorm van het viriaal thema gebruikt. De gravitatieenergie is min 2 keer de kinetische energie. Staat hier nog een keer wat het is. Het internationale ruimtestation ISS heeft een massa van 4,19 × 10⁻⁵ kilogram en draait op een hoogte van 409 kilometer boven de aarde. Bereken met behulp van het viriaaltheorema de snelheid van het ISS. Nou, gaan we doen. We hebben natuurlijk de formules voor de gravitatie energie en voor de kinetische energie nodig. Die kun je halen uit tabel 35a4. Kinetische energie is half een v kwadraat en gravitatie is min g maal m maal m maal r kwadraat. Nou, dit is wat het is. Dit is de kinetische energie, de bewegingsenergie, dit is de massa van het ISS, dit is de snelheid van het ISS. Dit is de gravitatieconstante, die haal je terwijl 7a. Dit is de massa weer van het ISS en dit is de massa van de aarde, die haal je terwijl 31. En r kwadraat, moet je even opletten, dat is de straal van de aarde die je uit tabel 31 haalt, plus die 409 kilometer tussen het aardoppervlak en dat ISS. Dus dat is, r is dus de straal van de aarde plus die hoogte. En deze haal je uit tabel 31. Nou oké, okay, dat is allemaal gezegd. Dan gaan we het even volgen. De gravitatiesysteem is dus min g maal m maal m maal g r en EK is half een week, dat hebben we net besproken. Gaan we dat invullen. EG wordt dus vervangen door min g maal m maal m maal r en op die plaats van EK komt half een week kwadraat. Nou, als je dat dan invult, dan gaan we dat allemaal netjes invullen. Ja, en oh ja, met r plus gebeurt dat. Als je dat allemaal netjes invult, dan krijg je dus allemaal dit. Dit is die g, die haal je uit tabel 7a. Dit is de massa van het, systeem. Dit is de massa van de aarde. Dit is de hoogte van, sorry, de straal van de aarde. Plus die hoogte daarboven, maal in, omgezet in meters, maal 10 tot de zesde. Let trouwens even op dat als je de straal van de aarde pakt, dat je de equatoriale straal neemt en niet de baanstraal. Want dat is de afstand van de aarde tot de zon, dat is niet goed. Is 2 maal een half maal de massa van het ISS maal v kwadraat. Dan zie je dat, die weten niet die massa van het ISS, maar hij zit aan allebei de kanten van het is-teken, dus die gaan lekker tegen elkaar wegvallen. Dus dan kun je wegstrepen. Nou, alleen maar de snelheid in het kwadraat over. Nou, eens even kijken, min 2 maal min 1, oké, dat is dus gewoon min 1. Die min die valt weg, dat is gewoon mv kwadraat. Maar die m is al weggevallen. Deze min valt ook weg. Dan houdt het dus eigenlijk over van v kwadraat is dus wat hier allemaal staat. Behalve die m. En als ik daar dan v kwadraat uitreken, dan stop ik dit dus allemaal in mijn rekenmachine. Let op haakjes hier aan de onderkant. Hier moet ook nog haakjes omheen. En dan haal ik de wortel eruit. Nou, als ik dat dan allemaal doe, dan krijg ik 6,67 × 10³. Dat is dan de snelheid. Leidt het viriaal theorema formule 1 af door voor een satelliet met een massa m die in een cirkelbaan rondom de aarde met een massa m draait. Oké, dit gaan we doen met behulp van de krachten en niet met de energieën. De middelpuntzoekende kracht, daarvan is de formule m, dat is de massa van het satelliet, maal de snelheid van de satelliet gedeeld door r. En dat is natuurlijk weer de afstand van de satelliet ten opzichte van de middelpunt van de aarde, dus de baanstraal, niet de equatoriale straal van de aarde plus de hoogte boven het aardoppervlak, net als net. En dat geldt trouwens ook voor deze r hier. De gravitatiekracht is die g, dat is die gravitatieconstante, dat is niet die 9,881, dat is een andere, die moet je in tabel 7 uitzoeken, dat is de universele gravitatieconstante. Maal de massa van het systeem, ISS, maal de massa van de aarde weer, en die haal je weer uit tabel 30. En deze die R net als die bestaat dus weer uit R plus
is R plus A. En deze R is dan de straal van A en dit is dan de hoogte boven het aardoppervlak. Nou. Oké, deze twee formules hier die worden hier dus aan elkaar gelijkgesteld. Ga vertellen, ik dacht, is gelijk aan de middelpuntzoekende kracht. Want de middelpuntzoekende kracht is alleen maar een kracht in een cirkelvorm. Die in het midden gericht is, bij welke kracht is dat? Ja, dat is ook de zwaartekracht, de gravitatiekracht. Dus vandaar dat die in elkaar gelijk zijn. Nou, hier worden ze aan elkaar gelijkgesteld. GMM gedeelte R kwadraat is MV kwadraat gedeelte R. Je ziet hier die M en die M, die zitten weer aan allebei de kanten, dus die kunnen er weer uit worden gelaten. Wat ze ook nog doen is, nou, vermenigen, vul allebei de kanten met min R. Oké, dan valt hier die R weg. En hier wordt het er nog maar eentje. Zie je wel? En hier komt dan een min voor te staan. En hier ook. Oké. Dat heb ik net al een keer eerder gezien. Dat is gewoon dit, zie je wel. Min 2 maal een half maal mv kwadraat. Oh, dat staat hier ook. Dat is dus min mv kwadraat, dat staat hier ook. En min g maal m gedeeld door r. Ja, en dat staat hier ook. Dus dat klopt. Ja. Dus het viriaal theorema is dus ook bewezen nu voor die satelliet. Want dit is nogmaals is hetzelfde als wat hier staat. Ja? Dus het is bewezen. Oké, het viriaal theorema geldt ook voor verzameling van sterrenstelsels als men de gravitatie-energie van alle sterren in de ster of van alle sterren in meerdere welke ook dat is het resultaat. De gravitatie-energie is min 3g m kwadraat gedeeld door 5r. M is de totale massa, R is de straal van het systeem, G is de gravitatieconstante, dat is die vind je dus in tabel 7a, die universele gravitatieconstante. Nou, het coma-cluster, zie figuur 1, is een verzameling sterrenstelsel met een straal van 8,4 x 10 tot 22 meter en een zichtbare massa van 3,2 x 10 tot de 44 kilogram. Dat is de massa die tot nu toe aannemen was. En de dubbeleffectmeting dat de gemiddelde snelheid gelijk is aan 1,7 x 10 tot de 6 meter per seconde. Oké. In 1933 concludeerde de sterrenkundige Zwicky dat de massa die volgt uit de viriaal theorema heel groot is dan de zichtbare massa. Zwicky was mij hier de eerste die het bestaan aantoonde van de zogenaamde donkere materie, de dark matter. Dit is het niet zichtbare gedeelte van de totale massa. Bereken voor hoeveel procent het coma-cluster uit donkere materie bestaat. En dan gaan we dus aan de slag met het viriaal theorema. EG is min 2EK. En dat levert hier in dit geval op EG, dat is deze, 3GM kwadraat gedeeld door 5, dus deze wordt vervangen door die. En EK is weer een half een V kwadraat, dus het wordt weer min 2 maal een half een V kwadraat, dat hebben we al eerder gedaan. Ja, dus oké, gaan we hiermee verder. Nou, dan gaan we ze omschrijven, zodat M verhaal komt te staan. Nou, hoe doe je dat nou? En misschien, ik heb even een tussenstap gedaan, het is handig om even kruislijnen te menigvuldigen, dus dat betekent dus dat ik wat hier boven de deelstreep staat, 3GM vermenigvuldigd wat hier onder de deelstreep staat. Nou, als ik in deze opzet, dan komt er onder 1, dus dat blijft gewoon 3GM kwadraat. Dat is hier aan de linkerkant. En wat hier onder de deelstreep staat, vermenigvuldig ik met hier boven de deelstreep staat. Dus 5 maal R vermenigvuldigd met min MV kwadraat is dat. Nou, dan krijg je dus min MV kwadraat maal 5R. Zie je wel, dat staat hier. Nou, even kijken, oké, dan ben ik er al bijna. Oké, die minnen vallen sowieso al tegen elkaar weg, zie je wel. Ik zie hier een m staan, en je ziet m kwadraat van, dan mag ik hier de m weghalen en dan blijft hier, is hier dus weg. En hou ik hier geen m kwadraat over, maar m. Goed zo. En dan moet ik, dan moet ik alleen nog even de 3g wegdelen. Dan komt die hier er ook bij me dan onder de breukstreep. Dus dan hou ik over. Die min die moet hier ook weg zijn. Dat is natuurlijk weer Wurt die dat toevat. Die ziet dat als een deelstreepje. Dus die min moet worden echt gedaan. M is dus 5v kwadraat maal r gedeeld door 3g. En dat is precies wat hier staat, zie je wel. Die min is niet weg, die hoort daar niet. Nou, dan gaan we dus met deze formule verder, die staat hier ook. V kwadraat, die was gegeven, die was 1,7 x 10 tot de zesde, zie je wel, daar staat hij in het kwadraat. R is de straal van het systeem, die was ook gegeven, 8,4 x 10 tot de 22e, daar wordt die ingevuld. G, dat is de universele gravitatieconstante, die haal je tabel 7 aan, dat heb ik al eerder gedaan. Nou, dan vul je dat allemaal netjes in. En die 35 moeten we natuurlijk ook niet vergeten. En dan stop je die rekenapparaat, komt uit 6,1 x 10 tot de 45ste kilogram. En dat is dus de totale massa, 100%. Nou, eens even kijken, we moesten bepalen wat is nou het percentage van de donkere massa. Oké, dan nemen we alle massa min de zichtbare massa, dat is deze. Oké.
En die halen we aan elkaar af, zie je wel. Dus wat je dan krijgt is de donkere massa. En als je dan het percentage wil bereiken, dan moet je dat nog delen door de totale massa. Die hadden we net uitgerekend. En vermenigvuldigen met 100%. Nou, hier gebeurt dat heel. Hier worden ze van elkaar afgehaald. Totale massa min zichtbare massa is donkere massa gedeeld door de totale massa. En dan maar 100% geeft 95%. Oké, atomen van helium en waterstof. De elektrische wisselwerking tussen deeltjes hangt op dezelfde manier af van de onderlinge afstand als de gravitatiewisselwerking. Om deze reden geldt het Virial-theorem ook voor atomen en moleculen. De potentiële energie wordt hier geleverd door de elektrische aantrekking en afstoting. Het atoom helium is niet exact te berekenen systeem. Wel is het mogelijk een computermodel voor de grondtoestand van helium te gebruiken. In tabel 1 staat het resultaat van zo'n modelberekening. Hiervoor staan voor de potentiële energie EP 2 bijdragen. De potentiële energie van de kern door de aantrekking van de elektronen door de kern. En de potentiële energie van de elektronen die elkaar afstoten. Oké, dus dit is de kinetische energie, dit is de potentiële energie van de kern, dit is de potentiële energie van de elektronen. En dan als je dat bij elkaar optelt, krijg je de totale energie. Oké. De energie van de grondtoestand van helium is experimenteel bepaald. Zie tabel 21.7 binas. Hier staan de experimenteel bepaalde ionisatieenergie. Ionisatieenergie is de energie nodig om een elektron uit een atoom los te maken. Voer de volgende opdrachten uit. Laat zien dat de uitkomsten van de berekeningen in tabel 1 in overeenstemming zijn met het Virial-theorem. Nou, daar gaan we. Wat is het Virial-theorem ook weer? EP is min 2EK. Oké, daar gaat hij dan. EP, nou, dat is 185 plus 27. Oké, dat kan ik uitrekenen. EK, dat is deze. Dat is deze. En die moet ik dan twee keer doen. Nou, in beide gevallen komt er 158 uit, zoals je ziet, joh. Deze min die is min 158, dat is EP. Min 2 maal 79 is min 158. En dan klopt het dus. Laat zien dat de berekende waarde van de totale energie in tabel 1 in overeenstemming is met de experimentele waarde uit tabel BINAS 21C. Oké. Die kun je dus aflezen, tabel 21C, de ionisatieenergie. Ik heb nu tabel 21C voor me. Helium 21,79 en 54,40 elektronvolt. Oké, als die bij elkaar optelt, is dat 79 elektronvolt. Ja, dat is oké. En even kijken. Dat is gelijk aan de totale energie van het elektron, dat is deze, zie je wel. Dus je hebt een negatieve energie van 79, dus je hebt 79 elektronvolt nodig om die elektronen los te krijgen. Nou, dat klopt precies. Oké, voor waterstof is de berekening van de grondtoestand wel exact te bepalen. We vullen de tabel op de uitgebreide energiewaarde van de grondtoestand van de waterstof in. Oké. De kinetische energie van waterstof. Die... rijen opvullen. We beginnen met de onderste. In de BINAS kun je vinden bij tabel 21C dat de ionisatieenergie min 13,6 elektronvolt is. Dat betekent dus dat je 13,6 elektronvolt erin moet stoppen om de totale energie te overwinnen. Die moet dan dus min 13,6 zijn. Dat is dus deze. Oké, verder weten we volgens het theorema, zeg maar, EP is min 2EK. En we weten ook dat de potentiële energie plus de kinetische energie samen dus 13,6 elektronvolt is, want dat is de totale energie. Dan gaan we dat combineren. Op de plaats van die EP gaan we dus invullen min 2EK. Hier doen we dat. Dit is EP, hier is vervangen door min 2EK plus EK is min 13,6. EK staat voor kinetische energie. Hè? Nou, min 2 keer EK plus EK is gewoon EK. Hier is dus 13,6. Dat is de eerste rij. Oké. Nou, verder, de derde rij is 0. Waarom is de derde rij 0? Dat is de potentiële energie van de wisselwerking tussen de verschillende elektronen in het atoom. Maar dat heb je niet bij waterstof, die heeft maar één elektroon. Dus die energie die is 0. Dus alle potentiële energie zit in de kern. Oké, nou dan gaan we weer. Alle potentiële energie zit dus in de, is potentiële energie van de kern. En die is dus gelijk aan min 2 maal EK. En daar heb je hem weer. Dus dan gaan we invullen. EK hadden we bepaald 13,6, dus min 2 van 13,6 is min 27,2 elektronvolt. En dat is die op de tweede rij. En dat hebben we volgens mij allemaal gehad, hè? Vierde rij, eerste rij, derde rij, tweede rij. Ja, helemaal klaar.
In de volgende hoop, dat gaat over speeldoosje, in het volgende filmpje.